Ik weet niet of dat er al mensen zijn. Maar ik heb hem vast aangezet. Even een stukje schuiven. Hey Wilma, je bent de eerste. Hallo. En Janneke, Yvonne. Zo, er zijn er al een hoop. Ik hoop ook dat het geluid goed is. Het beeld zie ik wel, maar ik hoor nog niks. Maar... Dag Ellen en Patricia, Sarah. Oeh, kom echt allemaal tegelijk. En Marijke is er ook bij. Hey, leuk. Oh, fijn om te horen, Wilma. En Sonja, Sandra. Nou, een heel team. En Jacqueline, en Miet, en Janneke. Ah, fijn dat alles goed te horen is en te zien. Is goed hoor, Rixia. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik heb kaarsen hier al liggen. Dit gaan we maken. Het is een pocketkaartje. Met twee tabblaadjes erin. Waar je een foto op kunt plakken of een tekstje op kunt schrijven. Net wat je wil. Dit is één voorbeeldje. Ik heb er twee gemaakt. Ze zijn bijna identiek. Maar vanavond gaan we dezelfde als deze maken. Het is met het nieuwe papier. Ik denk dat het misschien wel leuk om te laten zien. Ik heb al gehoord dat het ook in Nederland afkrijgbaar was. Het beeld kan af en toe een beetje schibbelig worden, dus dan leg ik even dit erop. Oh, ik zal deze ook even laten zien. Ook de tekje zit er gewoon los. Ah, jullie vinden het mooi, leuk. We gaan vanavond met dit blok werken. Dus helemaal weer een nieuw blok, vers van de pers. Er zitten allemaal van die leuke kaartjes in. Ja, ik heb hem natuurlijk al helemaal verknipt. Maar het is echt een leuk blok. Deze ook mooi. Doe maar even een beetje doorheen bladeren. Dan kan iedereen ondertussen binnenkomen. Kijk. Leuk hè, met allemaal die tekstjes. Blader maar een beetje. Oh, er zijn weer een hoop mensen binnengekomen. Ja, dan zijn we weer een beetje rond. Een tv op mijn achtergrond. Oh, je hoort wel geluiden. Dat is mijn lieve mannetje. Die is een filmpje aan het kijken op zijn telefoon. Zet hem al zachter. Oh, hij zet hem al zachter, zegt hij. Als het goed is, is het nu wat minder. Een mooi blok, hè? Jawel, hij zet hem wel uit, Wilma. Of bijna uit. Hij zet hem zachter. Blijft hij bij iedereen hangen? Ik denk
als het heel veel mensen zijn, dat hij dan ook eerder blijft hangen. Bij mij blijft hij doorlopen. Maar het is 7:30. Dus we gaan beginnen met dit kaartje. Zijn er veel mensen die meedoen? Ah, fijn. Bij de meeste gaat hij goed. Dus ik ga denk ik toch maar even starten. Hi Maya. Martine. Ah, Monique doet mee. Patricia kijkt mee. Je wilt te veel kletsen, Astrid. Oh jawel, ik ben nog niet begonnen, Pia. Oh, Christine, Chervel. Ik kan geen Frans, maar ik hoop dat je kunt volgen. We beginnen met het stuk Craft of Cardstock van 21 bij 14,5 centimeter. Gaan we heel simpel beginnen. Die vouwen we dubbel. Tanja, ik probeer het op te slaan. Als het allemaal goed gaat, kun je hem dus allemaal terugzien. En ik heb er ook een blog van gemaakt. Dus maken kan het altijd. We zijn begonnen. We hebben de kaart, de basis dubbel. Daarop komt een stukje GSM papier van 10 bij 14. Kijk, net een 1/2 centimeter kleiner. Zo wat gemat. Ik hou zelf heel erg van vintage. Dus ik doe alles bewerken met inkt en doe ik alles distressen. En hierop komt straks de pocket. Dus ik ga dit alvast distressen. Ik gebruik daar een distressertje voor. Je kan het ook met de scherpe kant doen van een schaar. Maar ook met een mesje. Hetzelfde effect. Dus mocht je geen distresser hebben, kun je dat toch nog doen met een mesje. En dames, als ik te snel ga, geef het aan, hè. Ik probeer tussendoor te lezen. Het gaat al iets beter. Vorige keer wilde ik terug typen. Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet. Ik kan het gewoon hardop zeggen. Ook de paaskaart. Oh, Brigitte, we zijn nog maar net begonnen hoor. Ik heb een stukje grote kaartstok van 21 bij 14,5 dubbel gevouwen. En nu zijn we het aan het opruwen. En als er vragen zijn waar ik geen antwoord op geef, er zijn heel veel collega DT-leden die meekijken. Dus die geven ook antwoord. Hè, Sandra, Sonja, Elle, Marcella, Patricia. Anita is volgens mij niet online. Die is volgens mij aan het werk. Ik doe de slijrand maar een beetje, want anders ga ik daar door de kaart heen. Als je blijft hangen, gewoon een keer refreshen. Dat wil ook wel wel eens werken. En dan weer opnieuw aanzetten. Ik ben begonnen met een stuk
Sandra van 21 bij 14,5. En daarop komt een stukje designpapier van 10 bij 14 centimeter. Goedenavond, Trudy. Ik werk met twee kleuren inkt. Kan ook maar één kleur. Hi, Jeanette. En ik begin vanaf de glasplaat op de designpapier. Omdat ik echt een vintage kaartje wil, neem ik ook een stuk van het designpapier mee en niet alleen het randje. Het is nog goed te volgen, denk ik, hè? Leuk, Hilly en Sarah. Leuk dat jullie er ook zijn. Al goed om te horen, Carla. Ik moet toch wel even schakelen dat ik tussendoor ook moet kijken naar de reacties. Patricia Stillouwen, ik wil dat niet weten. Ik ging meteen om te hoesten. Lekker zooitje geef het. Maar dat geeft niet, want daar hebben we gewoon doekjes voor. Patricia, niet lachen. Ik gebruik nu bruine inkt. Vintage foto, maar het kan ook met andere bruine inkt hoor. Dat komt niet zo heel spits. Ik doe hem wel even af. Astrid, ik gebruik het nieuwe blok. Het ligt al in de winkels. Vintage Collection. Let niet op mijn Engels. Ik ben heel slecht in Engels. Hoi Josephine. Kijk eens wat er nog voor rommel afkomt. Ja Astrid, die gebruik ik ook zoveel. Ik kan echt niet zonder die inkt. Om het nog wat ouder te laten lijken, maak ik de randen ook nog zwart. Ik geloof Black Shoot dat ik gebruik. Ik vind daar zelf een leuk effect geven om twee kleuren te gebruiken. Het is trouwens ook heel mooi om daar groen bij te gebruiken. Dan krijg je een nog oudere look. Maar dat zal ik nog wel een keer doen. Het is een beetje afhankelijk van welke action en welke plaats het wat ligt. Helaas hebben wij daar als DT eigenlijk helemaal geen zicht op. Kijk, Krabs en Zeesem stuurt af. En waar het komt te liggen, dat is aan de action zelf natuurlijk. Het zou mooi zijn als we daar ook invloed op zouden kunnen hebben, maar helaas. Ja, Black, zoet. Maar ik kan het niet meer lezen, het is een beetje... Ja, Black zoet. Nou blijft hij bij mij ook hangen. Zo.
Carla, kun je best even uitproberen welke jij het fijnste vindt. Je kan ook maar andere inkten. Ik zou zelf wel watergedragen inkt pakken. Kun je makkelijk een blenden. Ik wil zelfs een houdertje wel fijn. Maar je kan het ook met een sponsje doen. En je hebt van die tamponsponsjes. Daar kan het ook goed mee. Of make-up sponsjes. Staat hij nou stil, Jeanette? Bij mij ook. En er is hij alweer. Dus Angelique, zoals ik al zei, dat hangt echt van de action zelf af. Ja, helaas. Maar het kan met alle soorten designpapier. Maar kan met oude ook. Nou, een stukje designpapier gaan we erop plakken. Ja, het is wel in meerdere winkels verkrijgbaar hoor. Als je googelt op Craft Sensation zie je meerdere aanbieders. Dus wie weet. Maar welke blokken er precies waar verkrijgbaar zijn, dat weten we niet. Bij mij blijft hij ook hangen, dus ik hoop niet dat ik al te veel mis. Dan nemen we... Is iedereen klaar met distressen? Dan gaan we verder met een stuk kraft of kaarstok van 10 cm bij 19,5. Ja, ik denk dat het ook afhankelijk is van je wifi, want bij Wilma gaat hij wel gewoon door, Anja. Ik ril hem op 1 cm op de lange zijde. Hi Ineke. Ja, sorry, ik snij en ik ril alles nog gewoon met de liniaal. Ik word al vaak ermee gepest en uitgelachen. Ik kan niet zo heel goed met een rilbord omgaan. De beide korte zijden, die ril ik op 1 cm. Op 2 cm. En op 3 cm. Hoi Anthony. Oh, fijn Elle. Bij jou gaat het goed. Dan draaien we hem om. En dan rillen we hem. Is altijd goed hoor, Gada. Ook weer op 1. 2. En 3 cm. I know, Sandra. Of Sandra, jij bent altijd degene die mij ermee pest. Kijk, dan knip ik deze 3 blokjes knip ik eraf. Die hebben we niet meer nodig. En dan knip ik het een klein beetje schuin weg. Niet te veel, want dat is wel fijn om straks te lijmen. Oh, Marcel, jij ook niet? Ha, zie, ik ben niet de enige. Ja, Astrid. Mij werkt dat dus absoluut niet. Ik ga altijd schuin mijn railbord. Hier knip ik ook een beetje schuin weg. Dit doe ik omdat het dadelijk dan niet in de knel komt met de hoekjes.
Nou, ik hoop dat iedereen geruld heeft. Dan zet ik met een potlood aan deze kant op 1 centimeter een potloodstreepje. En dan ga ik op die centimeter ga ik hem scheuren. Ik scheur van onder naar boven, want dan krijg je echt zo'n geruwd randje al. Kijk, als ik hem andersom doe, dan krijg je een te nette rand. Zie je dat? Ik wil echt een grove rand. Dan neemt hij net even wat meer inkt op. Dus ik scheur hem langs de potloodlijn gewoon af. Oké, Astrid, ben je blond? Ik was ook blond. Ik ben nou grijs, maar onderhand. Een papiertrimmer, dat is volgens mij zo'n hakmes. Maar ik weet niet of ik dat goed zeg. Ik gebruik het dus allemaal niet. Ik slij hem op de eerste met een dal. Of met een berg. Dan een dal. En dan weer een berg. Kijk, dan ziet het er zo uit. Dat doe ik ook aan de andere kant. En deze vouw ik ook naar binnen. Dan gaan we door met een stukje designpapier van 8,5 bij 13. Dan snij ik aan de rechterkant, niet snijden, maar dan zet ik hem aan de rechterkant van het papier op 1 centimeter. Weer een potloodlijntje. En ook daar langs scheur ik hem weer af. Ook weer van onder naar boven. Dan haal ik de potloodlijntjes die nog zichtbaar zijn even weg. Dat vind ik niet mooi. En dan ga ik hem hier opleggen. En dan haal ik nog wat overtollige. Oh, hier zit nog een stukje. Dan kijk ik even wat ik nog weg wil halen. En dan haal ik dan weg. Dus een stukje van 8,5 bij 13, Wilma. Astrid, hoor jij bij onze foto's op de achtergrond? Kom, jullie doorscheuren. Nee hoor. Ik ben nog aan het fine-tunen, dus... Als je goed kijkt, zie je dit nog. Dus daar knip ik een klein beetje weg. Hoef je niet te zien.
En mijn scheuren mag scheef zijn, hè, Sonja. Het hoeft niet recht, het wordt een vintage kaartje, dus kan niet misgaan. Ik ga toch wel langzaam door met het opruwen van deze randen. Dat scheur ik niet. Als jullie af en toe gesnurk of geknor horen, dat is ons oude hond. Die zit dan lekker te genieten. Dat kan dus een hele goede tip, Ingrid. Als je wil scheuren en je wil het wat netter, kun je er ook de rand nat maken met een wattenstaafje. Dat is goed, Inge. Dat is leuk als je later meedoet. Wat ook leuk is, Craft Sensation stelt weer een prijs beschikbaar voor diegenen die hem ook maken en hem ook in het album plaatsen. Alleen wel graag met het papier van Craft Sensation natuurlijk. Ja, mijn man zit op de achtergrond en die zit te luisteren naar een filmpje en er zit gepiep bij. Ja, de hond is er altijd bij als ik aan het hobbyen ben. Wil maar gewoon roepen en dan geven wij gewoon de maat nog een keer door. Hier ligt ook de laatste maat waar ik mee bezig ben. Misschien kan je het zien. Zo. Bij mij blijft het beeld wel redelijk doorlopen. Is iedereen een beetje klaar? Kunnen we weer gaan inkten? Ik begin weer met de bruine inkt. Nou, die zal zo wel in slaap vallen, maar dan gaat hij naar binnen. Hij zit nu nog buiten. We hebben tuindeuren, dus alles staat lekker open hier. Ik heb vanmiddag ook heerlijk buiten gegeten. Was het bij jullie ook zo mooi weer? Als je ziet, neemt die rand ook veel meer inkt op, omdat die dus veel ruwer is. Oh, lekker Marcelle, hè? Heerlijk weer. Ja, ieder zijn hobby, hè? Maurice vindt het altijd leuk met metaaldetector weg te gaan, dus je zit naar alle filmpjes te kijken. En ik ben hier lekker bezig met jullie. Sandra, het IC. Hoorde jij er wel? Ik heb het niet over jou. Ik zou niet durven. Ja, heerlijk hè, Ingrid. Waar is mijn zwarte? Dan maak ik de randen weer met zwarte inkt. Zo. Ja, elk piepje houdt in dat er iets ligt, geloof ik. Maar ik weet het ook niet precies. Het is niet mijn hobby, hè. Geef mij maar wat papier en wat inkt. Zo. Oh, dankjewel. Ik heb licht. Zo.
Nou, Piepje is weg. Manlief is ook weg. Oh nee, hij zit nog buiten, maar hij heeft de deur dichtgemaakt. Dus het vervelende gepiep is weg. Nou, we nemen de basiskaart weer. Oh nee, we gaan eerst een stukje designpapier hier opplakken. Hey, goed idee, Astrid. Moeten we een keer doen. Kijk, die plakken we erop. Ik ben eigenlijk helemaal niet... Kunnen jullie meekomen? Lukt het allemaal? Moet ik het langzamer doen? Ja, lijkt jou dat leuk? Schat zoeken? Hoe noem je dat? Metaaldetector? Schat zoeken mag ik nooit zeggen. Ik pak hiervoor een sticky tape. Dat is net even wat sterker, omdat er komt ooit wel eens wat kracht uit te staan. Wat we nou trouwens aan het maken zijn. Alleen eens. Ik gebruik deze. Ik moet zeggen, ik vind die witte fijner. Ja, deze had ik ook een keer gekocht omdat die witte op was. Oh ja, dat wilde ik net zeggen. Dit is ook heel erg leuk om in een mini-album als pagina te maken. Dus ik doe aan de buitenzijdes. Dus de tape. Ah, bedankt Lia, dat is wel even fijn om te horen. Ik ben sowieso niet echt van de hele ingewikkelde kaarten maken. Mini-albums vind ik dan wel weer heel erg fijn om te doen. Dus nou doe ik het mooi combineren. Als ik de twee van de flapjes af heb gehaald. Kijk. Dan zitten de flapjes vast. Ah, leuk, Hilly. Dan haal ik deze eraf. Even goed kijken dat je open kant naar rechts hebt en dat je de pocket aan die kant plakt. Ik probeer zo te plakken dat ik onder, boven en links evenveel ruimte heb. En dat ik niet te schuin ga. Wat ik nou dus wel doe. Ik kan er nou niet zo lekker boven gaan hangen, want dan zien jullie allemaal mijn achterkant van mijn hoofd. Dat gaat nou dus even niet. Ik ga heel even de hond een koekje geven. En even een slokje drinken pakken. De basis is af. Dus die kunnen we even opzij leggen. Ja, ik doe alleen tape op de buitenste ellen. Wat gaan we maken?
We hebben 4 stukjes gesneden van 7 bij 12,5. Die hebben we nodig. Dankjewel Wilma, mijn lief. Plakjes even kijken. Klopt Ingrid, normaal doe ik dat ook, maar nu ben ik dat vergeten. Als jij op de flapjes, ik weet niet of ik ze los krijg. Wacht, ik ga hem loshalen. Ik heb hem toch al gemaakt. Kijk, hier doe je de tape op. Hier doe je tape op en op de flapjes. Hilly. En als je er dan ook een beetje lijm op doet, dan kun je makkelijker schuiven. En dan zit je niet zo te rommelen net als ik. Zo zie je ook dat hij een beetje open staat. Kun je daar een leuke tap allemaal kaartjes erin doen. Deze, Ellen, of wil je de gemaakte kaart zien? We hebben ook 2 stukjes kraft gesneden van 7,5 bij 13. Die hebben we nodig. En wat gaan we ervan maken? We gaan er dit mee maken. Deze. Past hier precies in. En dan zie je toch nog het bolletje. Dus dit ga ik nou eentje, heb ik al gemaakt. Hier Ellen, wat wil je nog zien? Deze kant is open kant en dan plak je aan die kant de pocket. Zoals we zien hebben we een tapje. Ik heb er een pons voor. En je hebt er echt in verschillende maten. Mocht je nou geen pons hebben of geen snijmal of... helemaal niks in die kant. Wie is het te laat? Oh, José was te laat. Voor José. Maar mocht je nou geen stans hebben of snijmal met een tapje. Neem dan gewoon een stukje designpapier aan het formaat wat je wil. Ik heb van 3 bij 5,5. Dat vouw je dubbel. Nou zou je dit al zo kunnen doen. Net welk afstand dat je wil. Dat kan. Dan kan je ook met een hoekpons. Allebei de hoekjes afsnijden. Maar mocht je nou ook geen hoekpons hebben. Nou, kunnen we ook nog. Waar is mijn, hier is mijn lijm. Gewoon aftekenen. En gewoon met een schaartje afknippen. Er zijn diverse mogelijkheden. En dan heb je ook een tapje. Maar ik heb een tapje. Dus ik gebruik deze. Alleen ik wil er... Nee, Sandra, ik heb een blog. Ik heb een blog gemaakt. Komt eraan. Ik mis volgens mij een hele hoop berichtjes. En nu gaan wij ons gaasverband gebruiken. Ja, dat kan ook Ingrid. Goed idee, 2 rondjes uitponsen en gewoon aan weerszijden erop plakken. Ik knip ze toch door midden.
Ik wil hier ook, net als wat ik hier gedaan heb, een klein beetje gaasverband tussen. Ik wil niet te netjes knippen. Dus ik ga ook een beetje frommelen. Heb je het tapje gemist, Marian? Je kan een pons gebruiken, maar je kan ook gewoon een vierkantje of een rechthoekje. Van bijvoorbeeld 5,5 bij 3. Dubbel vouwen, rondjes afronden met een hoekpons of met een rond voorwerp. En je hebt ook een tapje. Dan vorm je het weer een beetje. Ja, een muntje kan ook. Of onderkant van de lijn. Nou wil ik natuurlijk niet dat ze op gelijke hoogte zitten. Oh, ik vergeet bijna iets heel belangrijks. Ik vergeet gewoon alles te. Te stressen. Ik doe er even rustig aan, want ik heb er toch al één af. En jullie mogen er nog twee maken. Ik heb natuurlijk al wat voorwerk gedaan, hè. Dus mochten jullie zover zijn, geef straks maar een gilletje. Niet de helft kwijtraken. Ik weet niet of wat jullie het gezien hebben, maar ik doe het contra. Ik heb hier stippeltjes. En hier stippeltjes. En hier roze. En dan hier weer roze. Vind ik speels. Maar hoeft niet, hè. Je kan ook allemaal hetzelfde doen. Deze ga ik zo plakken. Ook even. Mocht je nou het gaas te wit vinden en heb je distress of ander op waterbasis inkt, kan je het ook heel makkelijk verven. Een klein beetje water in een glaasje doen en dan dit dingetje in de inkt stoppen en dan even doorheen door het water heen halen en dan heb je een gekleurde. Ik heb gevoedeld, ja, Brigitte. En dit heet een distressor. Ik weet niet of jullie regelmatig een blog van mij lezen. Ik gebruik regelmatig gaasverband. Ik moet echt nadenken hoe het heet. En dan heb ik ook uitgelegd hoe je dat op kleur kunt brengen. Want het kan ook met waterverf. Kan je hem ook op kleur brengen. Nou wordt het beeld weer wazig bij mij. Even iets proberen of dat werkt. Oh Joke, ik ga dat dadelijk nog even uitleggen. Ik was even vergeten dat ik papier nog moest distressen. Ja, Sandra. Dames, wij hebben natuurlijk een eigen Facebookpagina met onze collega TT-leden. En daar heb ik natuurlijk al een keer stiekem geoefend. En weet je hoe moeilijk het is om dit de juiste naam te geven? Gaasverband lijkt zoveel op maandverband. En op een gegeven moment kwamen zelfs wat Tena Ladies uit. Maar daarom ben ik blij dat het in één keer goed zei. Ja, ik probeer daar een filmpje op te slaan. Dus als het allemaal goed gaat, kun je altijd terugkijken. Mocht het niet goed gaan, heb ik altijd nog een blog achter de hand.
Sandra lacht niet. Ik ben er even helemaal stil van. Tanja, was je te laat? Voel je toch? Ja, dankjewel Trudy. Elle ook al te lachen. Oh ja, jullie horen het allemaal later wat ik zeg natuurlijk. Er zit vertraging op. Was ik even vergeten. Lekker geluidje. Ja, Astrid. Ik heb zoiets met een plantje. Een sleemd, camellia. Ja, ja. Zo hebben we allemaal wel een praatgebrek. Waar is mijn zwarte inkt? Ik hoor gewoon mijn hond kreunen. Wil lekker aan slapen, meis. Ja. Nee, dat is waar, Astrid. Ach, en we weten toch allemaal wat het is, hè? Het wou even af te koelen hoor. Ik ben blij dat die deuren dicht zijn. Maar morgen wordt ook weer mooi weer, hoor ik, hè? Vannacht een beetje regen. Ja, ik heb wel per kleur een houdertje. Want anders gaat die inkt helemaal in elkaar zitten. En ik ben zo'n muts. Ik heb voor elke kleur rood, voor elke kleur bruin een eigen sponsje. Ja, omdat ik het mooi vind, Miet. Ik hou van echt vintage. En dan begin ik met de lichtste kleur. En dan op de randen doe ik de donkerste kleur. Maar het kan ook met groen. Is goed, Joke? Sta ik vast? Hé. Hey. Ik lig er al eentje voor op jullie, hè? Ik ga even... Nou ben ik mijn gaasje kwijt. Nou, dames, ik ben mijn gaasje kwijt. Oh, hier. Die heb ik dus helemaal verfrommeld. Nou wil ik deze natuurlijk op een andere hoogte hebben. Dus dan meet ik even uit.
Nou, die wil ik hier. Ongeveer. Nee, Tanja, helaas. Jij zult wel moeten wachten dat het filmpje wordt upgeload. Patricia, met drie kleuren is het ook mooi. Kun je nog mooiere dingen. Maar dan moet je groen erbij pakken. Is kei mooi. Het tapje. Doe ik het. Stukje en gaas. Hoeft echt niet netjes. Het is vintage. Dat is het voordeel van vintage. Ik knip hem daar nog wel iets bij, zie ik. Die plak ik dan weer hier vast. En dan plak ik deze. Aan de achterkant. Zorg wel dat je een beetje gelijk zit. Sorry, maar dit frotje knip ik eraf. Zo. Zo. Ik heb mijn twee tapjes af. Dan doe ik deze in het onderste vakje. En deze in de bovenste. Nou. Ik ga lekker even wat drinken. Ik ben benieuwd wanneer jullie klaar zijn. Geef me even een seintje als jullie klaar zijn. Zo, maar mij viel het beeld ook even weg. Nou, Christina, kun je ook een keer uitproberen, hè, met meerdere kleuren. Ja, dankjewel, Martelli. Of is het gewoon Ellie en is Maat een andere naam? Of is het... Heet je echt Martelli? Ik ben even benieuwd, sorry. Ik heb nou even tijd om te lezen. Maar lukt het wel allemaal met de tapjes te maken? Ja, waar zijn het? Kaartjes. Ik zie een duimpje. Maar het is nog steeds te volgen. Martelli.
Ja, leuke naam. Ah, dat is leuk, meet. Heb je toch iets nieuws geleerd of gedaan? Nou, Brigitte, gaat het ook allemaal goed? Ah, dankjewel, José en Carla. Ah, fijn, Lisette. Als ik door kan gaan, dan geef maar een seintje. We zijn wel bijna op het eind, dus we zitten goed op schema. Graag gedaan, Matelli. Het is wel grappig dat ik gewoon terug kan praten. Ik moet echt mijn handen vasthouden om maar niet te gaan typen. Hey, snurkert. Hoor je dat? Die hond zit echt te snurken. Kan er niks aan doen. Hij hoort erbij. Ellie is al klaar. Op beeld wordt mij weer wazig. Lisette is ook klaar. We hebben ook allemaal een stukje ribbelkarton of een stukje kraft of kaarstok van 7,5 bij 7,5 centimeter. Die gaan we overdwars weer scheuren. We blijven aan scheuren vandaag. Maar die gladde randen, deze kun je voor een ander kaartje gebruiken. Ga ik zo dicht mogelijk langs de rand scheuren. Katten die snurken, ja. Dan denk je soms van wat hoor ik nou? Ja. Ja, ik heb ook nog twee katten, maar die zitten binnen. Als ik heb gescheurd, kijk ik wel even of wat hier niet breder is. Als de pocket. En dat is hij niet. Dus dan ga ik hem ondertussen weer even inkten. En Lia is ook klaar. Nou, ik denk dat de kat iets minder herrie maakt als de man van Astrid. Sam, denk je ook niet? En Marianne is klaar. En Joke is klaar. Nou, er zijn er al steeds meer klaar. Maar zie je het kleurverschil? En Monique is ook klaar. Nou, het gaat voorspoedig. Nou, Jutte kan er ook op. Je kan eigenlijk van alles gebruiken. Hè? Je hebt ook van dat. Ja, ik heb toevallig van de week een rol gekocht. Kijk, van dit is ook leuk om te gebruiken in plaats van gaasverband.
Het ribbelkarton scheur je dan schuin door midden. En je brengt er weer op kleur met inkt. Ik heb het tekstkaartje, daar komt hij dadelijk op. Heb ik al gemat op een stukje kraft. Dus dat heb ik ook al klaar. En ik heb één tekje klaar en die andere ga ik met jullie samen maken. Ik wou even mijn matje omdraaien. Martelli, dat was een soort, ja, ik weet niet wel hoe het heet. Tafeldecoratie. Het is ook heel leuk om als schaarsband te gebruiken op de achtergrond. Gerda, wat is gemat? Daar is een stukje. Dit kaartje, dat mat je dan op kraft, dat is een 0,5 centimeter groter als het origineel. Dat is matte. We hebben ook een, volgens mij, een basispost hebben we gemaakt. Waar daar precies in wordt uitgelegd. Het koud, jongen. Ik moet buiten blijven. Ja, Sonja, dat is leuk. Je hoeft helemaal niet buiten te blijven. Heb je dat ook gekocht op de kaartje? Ja, dat is leuk, hè? Ja, daar is ook een ribbelkarton jullie op. En voor een kerstpocket zou je ook, ja, heel erg leuk om daar met gesso sneeuw op te maken. We hebben weer allemaal genoeg ideeën. Maar, we gaan even samen het tekje maken. Ik heb hier het voorbeeld. We hebben een stukje kraft van 4 bij 6,5. En een stukje designpapier van 3,5 bij 6. Want dat gaan we ook een soort van matten. Alleen, ik snij eerst 1 centimeter van die hoek, 1 centimeter van boven naar beneden. Dat hoekje snij ik eraf of knip je eraf. Ik zei al, ik snij alles, hè. Dat doe ik aan de twee bovenkanten. Dat doe ik ook bij deze. Ik zie af en toe mijn hoofd in beeld. Maar je hebt nu eigenlijk al een tekje. Kijk. Zelf je eigen tekst gemaakt. Je kan zo kant-en-klaar kopen. Maar hoe leuk is het om zelf bij passend designpapier je eigen tekjes te maken. Inkten. Oh, ik kan niet zonder de. Ik gebruik dit altijd. Oh, wel de goede pakken. Ik gebruik altijd die vakjes. Daar meet ik ook mee uit. Ik vind dat ideaal. Daarom moest ik wel wennen, want ik heb nou die glasplaat en die werken met inches. En dan pak ik gewoon 0,5 inches, maar. Ja, geen halve, zo'n kwart dan, hè. Maar jullie mogen weer twee tekjes maken. Ik hoef er maar eentje te maken. Ik heb weer gesmokkeld.
Zo. En dan gaan we hem er alweer oplijmen. Ik neem even de tijd hoor, want jullie moeten er twee maken. Ik doe ongeveer op de hoogte van die twee puntjes. En dan een beetje in het midden. Hij is 4 centimeter breed, dus dat wordt dan op 2. Zet ik een puntje. Dan maak ik daar een gaatje in. Hoeft niet. Je kan natuurlijk ook gewoon een lintje aannieten of gewoon zonder. Dat maakt allemaal niet uit. Ik durf niet waar jullie allemaal bij zijn. Dan heb ik weer mijn pailletje. Want als ik pailletjes ga pakken waar jullie bij zijn, denk ik dat het misgaat. Er gaat de hele doos om. Die roze. Nou, ik weet nog niet waar ik ga pakken. Zo. Ja, dan wordt zoeken Astrid. Maar we zijn nou nog hier bezig. Ik doe er een eyeletje in. Hoeft natuurlijk helemaal niet. Hij begint te verslijten, mijn big guy. Zo. Dan doe ik daar. Kan ook mijn lintje. Ik heb een touwtje. Ik vind touwtjes altijd leuk. Ik haal hem de 3 keer doorheen. Monika, dat is een distresser. Maar kan met de schaar ook gewoon hoor. Er zijn ook andere merken, je hebt van Tim Holt, maar je hebt ook echt wel andere merken. Ik weet nou even niet zo gauw welke, hoe dat die. Maar als je gewoon googelt op distressor, moet het goed komen. Oh, dan komt het helemaal goed, Ingrid. Ik maak er dan een strikje in. Oh ja, maar daar zou ook iets voor mij zijn, Astrid. Als ik een bakje kralen heb, dan gaat het om. Ik heb het ook gehad met een heel doosje pailletjes. En ik heb ze helemaal weer uitgezocht op kleur. Goeie schaar, klipt niet meer. Oh, nou wel. Nou, ik heb mijn twee tikjes af. Ik heb mijn hoekje af. Ja, Jeannette, het is een krokodil.
werkt bij jou altijd, Ingrid. Zo, ik heb iets gemist, geloof ik. Kan ook. Het is ook een big bite. Je hebt twee, ja. Ik ga mijn blad weer even omdraaien, want het beeld wordt verwazen van al die blokjes. Zo, als het goed is, moet het nou weer goed komen. Geef maar weer een seintje als jullie weer klaar zijn met de tekjes. Ik ben echt benieuwd naar jullie uitvoering. Het is echt spannend. Ik ga dadelijk meteen een album aanmaken. Dan kunnen jullie hem ook al inzetten. Oké, Sylvia hoeft nog maar één tag. Het zijn uitdrukkingen, Ingrid. Sint-Antonis aanspreken als je iets kwijt bent. Bij ons is er een plaatje. Ligt bij Kuik. En dan spreek je het uit als Sint-Antonis. Ik ga pas langzamerhand een stukje. We gaan nog meer gaasverband gebruiken. Ik neem het een beetje royaal. Van 12,5 centimeter. Je hebt je vier nodig. Je hebt de voor- en de achterkant. Misschien heb je daar nog die kant en die kant. En dan maal 2. Je hebt er 4 nodig gehad. Weet ik zo even niet. Ik dacht dat het einde van de maand. Het einde van de maand heb je tijd om het nog te maken. Dus als je dan een stukje gaasverband zo knipt, dat je echt wel wat ruimte over hebt aan de zijkanten. Dus dan een beetje. Oh, Ellie, je was de achterkant vergeten. Nou ja, jij bent ook echt blond, hè? Nee, grapje. Maar een beetje verfrommelen. Roep maar, hè, als jullie zover zijn. Nou, ik was blond, ik ben ondertussen grijs aan het worden. Maar dat geeft niet, mag de pret niet drukken. Grijs is een nieuw blond. Tek af, en dan nu. Heb je al het gaasverbandje een beetje verkreukeld, Sylvia? Dan gaan we daar de achterkant van het tekstkaartje plakken. Hé, Lia is weer bij. Zo, die laat ik even drogen.
hoeveel wat, Sylvia? Je hebt een kaartje. En daar leg je gewoon een randje omheen. En dan knip je dan af. En dan verfonden je het. Dus ik weet niet hoe groot jouw tekstkaartje is. Oh, 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 stop. Ik vergeet iets heel belangrijks. Even eraf. Ik ga gewoon even overnieuw. Ik ga eerst een touwtje eromheen wikkelen. Want ik wil het touwtje wat hierin zit terug laten komen. Twee keer erom. Ook weer een strikje. Het kaartje met tekst, Sylvia, die heb je klaargelegd. Nou weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Maximaal 5 centimeter breed. Dacht ik. Hij moet hier dadelijk opkomen. En het tekstkaartje hebben we gemat op een stukje kraft, wat 5 centimeter groter is. Ja, je kan ook een tekststempel, pak je gewoon een kaartje. Mijn kaartje is nu in totaal bijna 4 bij 5,5. Je kan natuurlijk elke maat pakken zoals je wil, hè. Zo. Dan ga ik nog een poging wagen. Ik leg dat op een stukje gaas wat gewoon royaal eronder valt. En dat laat ik dan even drogen. Dat is leuk, ja, met embossingpoeder maak je altijd alle stempels heel mooi. Hey, dat is toevallig, Christine. Nou, terwijl dit aan het drogen is. Dit kaartje komt er zo in het hoekje op. Dus ik ga hier tape plakken en hier. Ik heb hele smalle tape, maar je kan ook gewoon van een half centimeter. Dat maakt niet zoveel uit. Het is ook leuk om een pasfoto of zo van iemand te gebruiken, hè, in plaats van een tekstkaartje. En dan kun je op de tekst kun je dan een verjaardagswens of zo noteren. Waar is mijn? Oh ja. Niet aandrukken, maar ik leg deze er even op. En dan kan deze in het hoekje. En als iedereen zover is, dit komt hier zo op. Nou zie je dat het tot hier. Hier mag je dan geen lijm toevoegen. Dus dan doe ik alleen hieronder in het hoekje. Ik pak weer iets bredere tape.
Want wij willen dit vrij houden, hè. Dit willen we vrij houden. Want hier willen we een tag onder doen. Dus die komt hier en hier. Nou heb ik toch nagels en ik krijg het er gewoon niet af, hè? Waarschijnlijk door het. Even lekker priegelen. Nou weet ik ook weer waarom ik daar liever tape voor of lijm voor gebruik. Maar het lukt. Even geduld. Zo. Nee. De ribbelkarton is ook echt alleen maar een klein elementje. Dus je ziet er niet. Nee, je ziet niet veel meer van het. Maar zonder vind ik het niet mooi. Kijk. Je ziet hier toch nog. En dan doe ik hier nog een beetje eronder. Een beetje frotten. Zo. Oh, lekker staat hier die tape. Zo. Dan deze eronder. En die. Dan zit die vast. Ik ga toch nog gewoon een lijm doen. Ik vind die tape is bij mij geen succes. Ik gebruik gewoon mijn lijm. Let wel goed op dat je dus eigenlijk niet je tekst vastplakt. Niet dat het een heel grote ramp is, maar. Zo. En ik ben te lui om het vast te houden. Dus wat doe ik dan? Hoppa. Zo. Hé, hey, nou loopt mijn er vast. Nou, het is zo vrij goed gegaan. Bij mij tenminste. Nou, Wilma vindt het in ieder geval leuk. Ik hoop dat er meer mensen het leuk vonden. We hebben een kaart of we hebben een pagina en dan zou ik het hier ook nog wat designpapier op plakken. Dan heb je echt een leuke pagina voor in je mini-album. Oh, en ik vind hem ook super leuk gevonden, of geworden. Ah, er zijn er echt wel meer die het leuk vinden. Gelukkig. En ik hoop dat het een beetje te volgen was. Oh, Riet ook. Ja, dus net even. Dat hij vast zit, want op dat ribbelkarton lijmt dat wat minder. Dus even met een wasknijper. Super cute, Monica. Leuk. Oh, fijn, Bianca. Wat een leuke reacties allemaal. Het was wel even spannend, hoor. Het is altijd wel een beetje eng. Maar ik heb het gedaan. Ik vond het zelfs ook leuk. Tanja, dat is al. Oh, kijk nou. Ik zie hier nog iets liggen. Pailletjes. Die moeten er ook op. Oh, even nog gauw doen.
Sommige dingen gaan zo automatisch. Nou. Ja, pailletjes zijn niet zo moeilijk, hè? Hop. En was je out of the box? Ja, Slimline album vond ik ook leuk, ja. Was ook leuk om te maken. Maar dat is een beetje veel werk om dat in een live te doen. Zo. Nou, ik heb hem af. Ik ga dadelijk een album aanmaken. Ik ben ermee bezig, Mattelli, met pailletjes. Kijk. Ik vind altijd een pailletje maakt voor je project helemaal af. Ja, Sandra, ik was mijn pailletjes vergeten. Nou is je echt af. We gaan nog een tweede maken. Leuk, Lia. Dan designpapier omdraaien. Kniffel graag. Oh, ah, leuk. Dankjewel, Sonja. Oh, iedereen hartstikke bedankt. Ik ga afsluiten. Ik ga het album in orde maken. En dan kan ik het filmpje uploaden. En dan kan iedereen terugkijken. Lisette, nee, niet volgende week al live. Hé, maar iedereen hartstikke bedankt. En ik zie jullie dingetje wel, hè? Allemaal jullie pocketkaarten. Dank jullie wel. Doei, doei.